Ik wil dit niet opeten, denk ik. Hey guys! Vandaag heb ik weer iets waarvan ik weet dat jullie het echt heel erg leuk vinden. Ik heb namelijk weer een video vol met Japans snoep en goodies. Plus een winactie. Het is niet normaal. Het gaat alleen wel iets anders zijn dan de meeste Japanse snoepvideo's. Want ik heb vandaag geen setjes met dingen die je in elkaar moet zetten. Ik heb gewoon dingen die al klaar zijn. Die ik gewoon zo uit het zakje kan pakken en op ga eten. Ik heb een aantal dingen besteld die ik graag wilde proeven. En ik heb ook nog van de webshop waar ik het heb besteld, mostcutest.nl, wat goodies erbij gekregen. En als je dus blijft kijken, dan kan je aan het einde ook nog meedoen aan de winactie die hieraan vastzit. Goed, de doos der dozen. Allemaal dingen die ik nu ga proeven en waar ik echt zoveel zin in heb. Oh. Ik weet ook echt niet waarmee ik moet beginnen, dus ik ga gewoon iets pakken met mijn ogen dicht. Wat is dit? Oreo Bites met chocola. In aardbeiensmaak. Dit lijkt helemaal niet meer op Oreo of Oreo, hoe je het dan ook wil zeggen. Ik heb echt geen idee wat ik hierbij moet verwachten. Het ziet er spannend uit. Laten we het eten. Oh, ze zitten allemaal apart ingepakt. I know. Oreo Chocolate Bar Mini. Met aardbeiensmaak dus. Het is ook wel echt wel vrij mini. Dit is echt een mini snack. Dus het is echt een heel klein chocoladereepje. Heel simpel eigenlijk. Het ruikt wel echt flink naar aardbei. Ik ben niet de grootste fan van het verwerken van fruit en chocola bij elkaar. Ik vind het eigenlijk bijna alleen maar lekker bij sinaasappel. Daar gaan we. Mmm. Wow, maar dit is super apart. Ik was even helemaal vergeten dat dit van het merk Oreo is. Dus ik had ook helemaal niet verwacht dat er Oreo in zou zitten. Maar binnenin, ja, dat is echt bijna niet te zien. Zitten er dus stukjes Oreo. Het is ook een hele harde bar. Alsof je een soort van chocolade buitenkantje hebt en dat de binnenkant allemaal koek is. En er zitten dus ook nog hele kleine stukjes aardbei tussen. Ik had het niet verwacht. Maar ik vind het echt heel erg lekker. Ik denk wel dat alleen met chocola eigenlijk lekkerder zou zijn. Mmm. Van de 5 sterren krijgt ze er 4. Dit is echt wel een goede snack. En dan dit. Het enige wat ik eruit kan halen is caramel corn. En dat er aardbeidjes op staan. En dat wat er op de verpakking staat eigenlijk een beetje lijkt op een soort van garnaaltjes dingen. Maar caramel corn, dat is ook iets wat ze volgens mij in Amerika eten. Maar ik heb het nog nooit op. Zou het dan... Oh, ik denk dat het gewoon een soort van gepofte mais is. Het zijn gepofte maissnoepjes. En dan gok ik met aardbeidsmaak. Maar dat gaan we zien. Oké. Okay. Oh. Oeh. Wow, deze geur. Het is overweldigend en vrij chemisch. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik vind het er echt net uitzien alsof ik een garnaal in mijn hand heb. Dit is het. Dit is de caramel corn met aardbeiensmaak, gemaakt in Japan. Wow, die geur is zo heavy. Het ruikt ook wel een beetje naar Cheetos. Oh, is dat ook niet van mais gemaakt? Waarschijnlijk wel. Oké, ik heb er niet veel zin in, moet ik zeggen, maar we gaan het toch maar proberen. Oh, wow. Dit is gek. Oké, dus je hebt in Amerika heb je Cheetos. Volgens mij heb je dat niet in Nederland, maar je hebt wel in Nederland heb je Nibbits. Dus dat zijn van die chippies en heel luchtig. Volgens mij is dat dus ook gemaakt van mais. En die zijn een beetje zoutig. En daar smaakt dit exact naar. Behalve dat er dan ook nog zo'n chemische aardbeiensmaak aan zit. En het is gek, want het is, dat dingetje is best wel een beetje zoutig. Maar die aardbeiensmaak is zoet. Dat is een hele rare combi. En als je er een paar keer op hebt gekauwd, dan smelt het echt zo weg in je mond. Ik ben wel echt een beetje in de war hierdoor. Aan de ene kant denk ik van, dit is echt helemaal niks. En aan de andere kant is er een klein stukje van mijn brein dat zegt, pak er nog één. Pak er nog één. Pak er nog één. Oké, ik leg deze even weg. Hij krijgt, voor nu krijgt hij van de 5 sterren 3 sterren. Ik ben nog niet helemaal om, maar er is iets heel erg bijzonders wat me wel aanstaat en waardoor ik er wel nog meer uit het zakje wil halen. Maar ik weet dat ik nog veel andere dingen moet proeven, dus ik leg het nu heel verstandig even weg. Oké, dit zijn, ik weet niet hoe het heet. Maar het ziet eruit als een koekje in de vorm van een rammelaar eigenlijk. Voor zo'n baby, een rammelaar. En dan op de bovenkant een hoofdje van een beer. En volgens mij is het bananensmaak, ja, dat lijkt me duidelijk, want er staan bananen op. Oh, een zakje in een doosje. Dit doet me echt denken aan de verpakking van Polaroid foto's. Dat ziet er echt bijna exact zo uit, alleen dan iets groter. Wow, we hebben gewoon een zakje in een doosje en dan nog een keer een bakje in het zakje. Soms, volgens mij komt dit door de kou. Deze koekjes worden natuurlijk geïmporteerd vanuit Japan en chocola heeft dan vaak de eigenschap dat het een beetje zo'n witte uitslag krijgt. Ziet er niet heel erg lekker uit, maar ik weet dat het geen kwaad kan. Het ruikt echt super sterk naar banaan. Ik denk dat de rest van de basis van dit stukje dat witte chocola is. Let's do this. Ik ben niet heel enthousiast, moet ik zeggen. Ik vind het koekje niet zo lekker en ik vind dat beertjeshoofdje
Ja, het is gewoon, eigenlijk proef ik alleen maar suiker. Ik kan niet echt een smaak ontdekken of zo. Het ruikt wel heel sterk naar banaan, maar dan de smaak in je mond vind ik best wel tegenvallen eigenlijk. Ik was hier echt best wel enthousiast over, maar nu is het echt zo van... Ik hoef er ook gewoon niet nog eentje te proberen. Het is niet vies, dat helemaal niet. Maar het is niet dat ik denk, lekker. Ik geef hem 1 van de 5 sterren. Not my thing. Oké, hier ben ik super benieuwd naar. Dit zijn een soort van chocolaatjes. En dan zitten er gekleurde soort van halve rondjes bij. En die doe je erop of zo? Ik snap er niks van, maar het ziet er spannend uit. Oh, wat schattig. Kijk nou als je het openmaakt. Allemaal gele zakjes erin. Maar wacht, wat is nou het ene zakje en wat is het andere zakje? Zou het hetzelfde zijn of is het wat anders? Oh nee, ze zitten er allemaal op. Ik hoef niks meer in elkaar te zetten. Oké, dus het ziet er eigenlijk een beetje uit als ijsjes. Het zijn allemaal hele kleine cupjes. En dan zit er volgens mij gewoon een soort van snoepachtig bolletje op. Het is echt mini. Dit zijn echt super lieve mini bites. Als ik moet afgaan van hoe het eruit ziet, dan krijgt het nu al gewoon 5 sterren. Maar ik weet nog niet hoe het smaakt. En ik weet niet wat ik ga vinden van de combinatie chocola en snoep bij elkaar. Daar gaat hij. Oké, dus dat dingetje wat er bovenop zit, dat is geen snoep. Dat is een soort van crunchy bite of zo. Ik had verwacht dat het heel zoet zou zijn en glazuurachtig, maar dat is het helemaal niet. Dus je kauwt erop en dan heb je zeg maar de chocola en dan heb je zo'n crunchy bite zo erbij. Super nice. Sowieso scoort deze al punten voor schattigheid. En dan is het ook nog lekker. Ja, ik denk eigenlijk dat ik deze gewoon 5 sterren moet geven. Ik weet niet wat dit is. Maar we gaan het proberen. Het is alleen, ik vind de achterkant zo raar. Want het is een soort van mannetje en hij komt uit een ei. En het is deels is het een beestje. Maar er zit ook een soort van mannetje in een soort van morph suit in. En soms zit dat beestje in de eierschil. Maar dan ligt hij er in een plasje. Het is echt heel creepy. Op de voorkant staat wel aangegeven hoe de snoepjes eruit zien. Volgens mij is het citroen en sinaasappelsmaak als ik het goed heb. Het lijkt een beetje op zuurtjes. En het lijkt ook zelfs wel een klein beetje op Campino. Wat we vroeger hadden. Oké. Oh. Ik heb echt het gevoel dat het hetzelfde is als Campino. Ze zitten zelf zo los apart ingepakt. Als ik nu voel, voelt het wel nog een klein beetje zacht. Het is niet echt een super hard zuurtje of zo. Oh ja, het is niet echt een zuurtje. Het is een soort van... ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met mauwam of zo. Erg benieuwd. Het is echt een heel stevig snoepje. Je moet er echt lang op kouwen. Maar dit was wel heel lekker. Dit is echt wel iets wat ik gewoon... zo lekker tussendoor even zou willen pakken. En het was dus inderdaad citroensmaak. Even nog die oranje proeven. Sinaasappel. Ik ben echt heel enthousiast. Dit is echt lekker. Als ik niet nu die video aan het opnemen was, dan zou ik er nog een paar nemen. Eerlijk is eerlijk. Dit zijn echt hele lekkere snoepjes. Ik denk zelfs dat ik deze lekkerder vind dan die chocoladedingetjes die ik net 5 sterren heb gegeven. Dus misschien moet ik deze 6 sterren geven. Oké, dan hebben we hier nog iets van Oreo. En dit zijn Oreo Bits Sandwiches met de smaak groene thee. Nou ben ik niet de grootste fan van matcha. Matcha is een soort van Japanse groene thee. Dus een hele karakteristieke smaak. I don't like it that much. Maar ik was wel heel erg benieuwd hiernaar. Want ik hou wel heel erg van Oreo. Dus we gaan het gewoon proberen. En dit zijn ook weer echt minuscule kleine Oreo's. Hoe schattig is dit? Oh. Oh, ik ruik al gelijk die hele erge matcha geur. Ik hoop dat ik niet ga kotsen. Matcha is super gezond en ik zou willen dat ik het heerlijk vond, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Ik wil dit niet opeten, denk ik. We gaan het toch doen. Getsie. Weet je wat het is? Matcha smaakt gewoon naar plant. Dus ik zit nu gewoon een Oreo koekje te eten met daartussen... een beetje plantsmaak. Het is gewoon niet lekker. 1 van de 5 sterren. Nee. Ik wil echt zo snel mogelijk iets anders eten om deze smaak uit mijn mond te krijgen. We gaan dit proeven. Dit is wederom zo'n product waarvan ik denk van, wat de hel is dit? Hier staan een soort van wormpjes, dingetjes. En dan hebben we hier opeens allemaal sterretjes. Het ziet er allemaal heel explosief en vrolijk uit. Ik heb geen idee, maar we gaan het gewoon doen. Oké, dus er zitten 2 vormpjes in. Hier hebben we dus allemaal sterretjes bij elkaar die een soort van grote sterren vormen met elkaar. Maar we hebben dus ook... Oh, dit is een appel. Dat had ik dus niet gezien. Het is wel een hele abstracte appel, moet ik zeggen. Oké, het is wel hard, maar als ik erin knijp, het is niet zo super hard dat het niet kneedbaar is. Geen idee wat ik hiervan moet verwachten. We gaan het proeven.
Wow, hele rare substantie. Het lijkt een klein beetje op deze substantie, maar het verschil is dat als je op deze kauwt, het is heel droog of zo. Je begint met kauwen en je hebt het gevoel dat je nooit meer ophoudt met kauwen. Omdat het niet lekkerder wordt om door te slikken. Wat is er mis met deze substantie? Het doet me denken aan een soort van mauwhamsnoepjes die dan heel erg lang buiten hun papiertje hebben gelegen en een soort van taai zijn geworden. Volgens mij kan dat helemaal niet. Maar dat is echt gewoon hoe het exact voelt in mijn mond. Heel stom, want ik vind de smaak super lekker. Die appelsmaak is lekker, die citroensmaak is lekker. Ik hou ervan. Maar ik kan dit echt niet meer dan 2 van de 5 sterren geven. Want die substantie is gewoon heel raar. En dan moet ik jullie helaas vertellen dat dit alweer het laatste is wat ik ga proeven. Dit zijn 5 KitKats. Met allemaal verschillende, beetje gekke smaken. Deze is niet heel raar, dit is hazelnoot. Dan hebben we hier mijn beste vriend matcha. Pompoen. En dan denk ik dat dit zoete aardappel is, maar ik weet het niet zeker. Want ik kan het... Ik heb geen idee. Het staat er helemaal niet op. En ik heb er hier nog één. En daarvan weet ik ook niet wat het is. Als ik het heb gevonden wat het is, dan zal ik onderin het scherm zetten waarnaar het moet smaken. Maar op dit moment heb ik dus echt nog geen idee. En het zijn allemaal smaken waarvan ik denk van... Wil ik dit? Eigenlijk niet. Ik ga het toch doen. Die matcha heb ik al wel eens geproefd. Maar ik ben eigenlijk een beetje vergeten hoe het smaakte. Maar aangezien ik die Oreo net echt verschrikkelijk vond, denk ik dat dit ook niet lekker wordt. Oh yes. It's green. Oh, dit wordt helemaal niet lekker. Ik weet het nu al. Ik ga het toch doen. Oh nee. Ik wil het nu al uitspugen. Nee. Oké. Pompoen. Hopelijk is die lekkerder. Deze is gewoon helemaal geel. Kijk nou. Oh, ik hoop trouwens niet dat mensen boos worden omdat ik zo een hap neem van de KitKat in plaats van dat ik hem doormidden breek en dan hapjes neem. Dit is echt super raar. Op een of andere manier vind ik het naar kokos smaken. Ook niet echt mijn ding. Waarom doen ze dit in Japan? Vinden ze dit lekker? Waarom zou je plantensmaken willen verwerken in chocola? Why? Oké, en dan deze, waarvan ik verwacht dat het zoete aardappel is. Oké, deze is ook helemaal geel. Ruikt ook heel vreemd. Kijk, dit is het punt. Ik vind pompoen best lekker. Ik vind zoete aardappel best wel lekker. Maar niet in combinatie met chocola. En het erge is, dit smaakt ook gewoon zo naar zoete aardappel. Het is gewoon net alsof ik een zoete aardappel met chocolade erop eet. Oh, ik hoef niet nog een hapje. Nope. Ik heb geen idee wat dit is, maar ik hoop dat het lekker is. Lekkerder dan de vorige in ieder geval. Ik neem een hapje. Wat is dit? Dit is vreemd. Ik weet ook helemaal niet wat het is, dus ik heb geen idee waarnaar het moet smaken. Maar ik vind dit wel de lekkerste tot nu toe. Dit is wel gewoon wel beter dan de 3 die ik hiervoor heb geproefd. Maar alsnog denk ik niet dat ik er hier ooit nog eentje van wil. En dan heb ik wel een beetje een veilige tot het laatste bewaard. Want ik dacht, ja, anders dan sluit ik deze video af met echt zo'n grafsmaak in mijn mond. KitKat hazelnoot. Dit lijkt me erg lekker. Ja, dit is de KitKat hoe ik hem wil zien. Wow. Wel echt een heftige hazelnootsmaak. Ik weet niet, smaken al die smaken zo super realistisch. En dit is ook echt weer gewoon alsof er hele hazelnoten in zitten. Ik heb het gevoel dat vaak in Europa dat het allemaal gewoon wat normaler is. En als het hazelnootsmaak is, ja, dan smaakt het een beetje ver weg naar hazelnoot. Nee, dit is gewoon net alsof ik een hazelnoot zit te eten. Wel erg lekker. Oké, guys, dat was alles wat ik wilde proeven vandaag. Gemixte gevoelens. Al die KitKats die ik heb gegeten, die eerste 3 krijgen 1 van de 5 sterren. Die 4e krijgt 2 van de 5 sterren. En die KitKat hazelnoot krijgt gewoon 5 van de 5 sterren, want die is top. Maar ik heb toch altijd zoiets van, ook als ik Japanse snoepsetjes maak, het is gewoon zo anders qua smaak dan wat we hier hebben in Nederland, hier in Europa. Naast de dingen om te proeven, heeft de eigenaar van Most Cutest echt gewoon voor de leuk er wat gadgets bij gedaan. Dus die wilde ik even aan jullie laten zien. Japanse gadgets. Super lief. Ik had gewoon zelf een bestelling geplaatst. En toen heeft ze dat er gewoon allemaal bij gedaan. Gewoon omdat ze dat leuk vond. Ik heb hier allereerst een tasje in de vorm van een macaron. Dit is dus een rubberen tasje. En hier kan je dus, ja, wat kan je erin doen? Alles wat je wil. Zo is net een monstertje. Maar het is een rubberen tasje. Doe je hier wat in? Rits je hem dicht, doe je hem in je tas. Of je kan hem zelfs aan je sleutelbos hangen, maar dat vind ik wel heel erg groot. Volgende gadget is masking tape. Volgens mij komt washi tape oorspronkelijk
ik weet niet uit welk land. Of het nou uit Japan komt, of China, of een ander land in Azië. Maar het komt wel uit Azië. En die trend is echt overgewaaid. En tegenwoordig verkoopt zelfs de HEMA masking tape. Alleen noemen we het hier dus washi tape. Ja, volgens mij klopt het allebei. Het is allebei een ander woord voor hetzelfde ding. En dit zijn dus twee rolletjes. En dit is zo cute. Op deze staat Little Red Riding Hood. En dat is in het Engels is dat sneeuwwitje. Dus je ziet haar en een bos. En dan zie je zo de wolf. En dan heb ik hier nog een schattig bosje. Met een eekhoorntje erin. Of is het een vos? Nee, het is een vos. Sorry. Een bosje met allemaal bloemetjes en dan een vosje. En dan heb ik hier tot slot nog iets heel erg leuks. Dit zijn cookie cutters. Dus als je koekjes gaat bakken, dan kan je dus dit gebruiken om er vormpjes uit te snijden. Dit zijn ook echte koekjes in Japan. Die heb ik ook wel eens geproefd. Maar je kan dus en het hoofdje maken en het lichaampje. En dan zou je zelfs nog het hoofdje zou je met chocola kunnen maken als je het heel erg geavanceerd wil gaan doen. Maar dit vind ik echt leuk. Ik wil heel erg graag koekjes een keertje maken in deze vorm. Vond je dit nou leuk? Dan heb ik iets heel erg leuks voor jullie. Ik heb een winactie die aan deze video verbonden zit. Ik zei dus al, ze had er allemaal leuke spulletjes bij gedaan. Maar ze stelde ook voor, zou het niet leuk zijn om een van jouw kijkers dit pakketje ook te geven. Dus niet alles, maar de dingen die ik zelf heb besteld, die krijgt dan een kijker in een pakketje en dan kan je al het Japanse snoep zelf gaan proeven. Als je daaraan mee wil doen, dan zou ik het super leuk vinden als je deze video deelt op Twitter of Facebook of waar je hem dan ook wil delen. En dat je dan eventjes een comment achterlaat met waar je hem hebt gedeeld en waar jij het allerbenieuwd naar bent van het hele pakketje. En dan zoek ik één iemand van jullie uit en dan krijgt die binnenkort een pakketje vol Japans snoep opgestuurd. Exciting! Nou, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Heel erg bedankt voor het kijken. Super veel hartjes. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!